Beste kijkers, vandaag ben ik in Simpelveld. En er is een 24 jaar jubileum van de heemkundevereniging Simpelveld Bochels. De Bongaard heette die. En die hebben ter gelegenheid van het 24 jaar jubileum, wie wil dat noemen, een boek uitgebracht. En dat boek gaat over de geschriften van de 16e eeuw. En het bijzonder over een pastoor. Ik ga er even over vertellen met Luc Wolters. Luc, jubileum 25 jaar, Badingi staan Frans Steunis, feeststaand op het plein en al de gang. Maar hier heb ik anders gedaan. Nee, inderdaad, als heemkundevereniging hebben we een betere en een andere insteek voor activiteiten en ook voor jubileumactiviteiten. We zijn een beetje actief in het dorp, ook voor de gemeenschap. En we hebben eigenlijk daartoe besloten om een project wat al 25 jaar speelde in onze verenigingshistorie, om dat te realiseren. En dat is de uitgifte van een jubileumboek over pastoor Didde. Specifiek over pastoor Didde? Ja, hij heeft een heleboel geschriften achtergelaten, die zitten in de archieven. En ja, het is een hele klus geweest om die toegankelijk te maken, om die te beschrijven, te vertalen ook. En dat is een klus waar een werkgroep al eigenlijk die 25 jaar dat de heemkundevereniging oud is, daarmee bezig is geweest. Ik denk ook dat het vanwege de diepgang, en we moeten even vertellen dat dit een pastoor is die in de 16e eeuw, in de tijd van de 80-jarige oorlog, hier een heleboel op schrift werd gesteld, dat het zo'n diepgang heeft, dat ook dat het vergelijkingsmateriaal gaat opleveren voor een heleboel dorpjes uit de omgeving, die zeggen van nou, Simpelveld dat zo uitgebreid gedocumenteerd heeft, kan ze toch met vergelijken wie toch in onze tijd daar is geweest. In het eerste boek, dat hij begon in 1571, daar schreef hij al in van het heeft me heel wat moeite gekost om alles wat de vorige pastoors verknoeid hadden weer recht te breien. De rechten, de inkomsten, alles moest opnieuw geïnventariseerd worden. En vervolgens tegenover de adel en tegenover de mensen, de schepenen, moest het allemaal via Brussel zelfs, via de Raad van Brabant, teruggeëist worden. Dat heeft hij dus ook met heel veel moeite gedaan. Ik geloof dat hij wel een stuk of 10 processen gevoerd heeft. Hij is overvallen, de kerk is in brand gestoken. Op zeker ogenblik, dan zitten we omstreeks 1600. Dan leeft hij zelfs in de kerk, heeft hij een stukje van de kerk afgezonderd. Met muurtjes. Er lopen zelfs kippen in de kerk rond. Want ja, de pastorie was helemaal vernield. Maar we gaan niet het hele boek verhalen. Tot de mensen hem maar kopen. Ik vind het interessant genoeg om het eens te lezen. En ik zou zeggen tegen iedereen, koop dat boek. Zeer zeker de mensen hier. Simpelveld, Bochels, hele omstreken. Want het is een interessant boek. En beste kijkers, ik ga al beginnen aan het lezen van het boek. Ik zou zeggen, houd je allemaal gezond. En tot aan de volgende keer. Aan de gang.